deze week. Wow! Dit jouw plek is voor de hele rally? Ja, ja, helemaal erg. Voor wie heb ik hier de strandkern om koelkast? Om een klein koele trekking hier. Koelkast? Koelkast? Zeker wel. Dat is een hele luxe. Ja, allicht hè. We hebben alles aan het inpakken, dus ik neem nu even snel een rondje mee wat we allemaal bij ons hebben. En hoe dat er een beetje allemaal uitziet. Nou, je ziet het al. Hier kunnen we lekker even ons roadbook doen. Ik heb net mijn helm gestickerd. Mijn spulletjes in mijn tasje met mijn sapfoon. Dat is altijd eigenlijk je heiligdom. Sorry schat, maar nu is deze het even. Af en toe kunnen we lekker nog wat te drinken pakken. Die jongens zijn echt heel hard bezig om alles netjes op zijn plek te zetten. Gereedschapskisten die we hier gebruiken. Hier zie je allemaal vakken met allemaal nummertjes erop. En die nummertjes weten we precies waar alles in zit. Want we hebben namelijk een boekje. En dat zie je hier. Wat altijd in welke kist. Dit zal mijn kantoor zijn de aankomende weken. iPad geïnstalleerd met volledige 3G continu. Als we verbinding hebben, is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk content blijven sturen. En alle informatie van de jongens proberen te verzamelen en te twitteren en noem het maar op. Kijk, wat zei je? We hebben ook een douche en een toilet. Wij hebben luxe, want we hebben een douche en een toilet. Dus ja, binnenkomen met een zwarte bek, dat gaat wel gebeuren, maar we zijn snel weer schat. Ik heb al een voorraad, ga kijken even. Oh, een beetje vol met tassen. Maar hier hebben we onze douche. En ons wel. Geen nieuwe helm, alles geslaagd? Ja, ik heb nou geen nieuwe, maar gebruikte helm kunnen regelen bij Rival Team. En alles is in tip. Willen jullie elkaar horen? Ja. Is helemaal oké. Cornelis, wat is nou eigenlijk jouw taak? Mijn taak is zorgen dat ik natuurlijk alle dagen aankom en alle mannen vol me hou. En als er een strand was, dat ik alles aan doe om ze weer op gang te krijgen en in het ergste geval mee te nemen. Zodat ik weer een bivak kom om de volgende dag weer vol keur te starten met z'n allen. Jij bent Tommy, nog bedankt voor je slogan, jongen. Eat my dog.